veel kijkplezier, maar vooral ook rijplezier. De BMW 3-reeks Berline. Voor tv gaat u rustig zitten. Bij Rabobank.be gaat u bewust sparen. Dag vrienden allemaal. Blij jullie terug te zien. Dames en heren, hartelijk welkom. Plantenliefhebbers, goeie avond. Goedenavond. Voor de laatste keer dit seizoen zit de studio weer boordevol met mensen die ooit op tv zijn geweest. Kijk maar. Welkom allemaal bij Van Algemeen Nut. Dankjewel. Goedenavond, Marcel. Goedenavond, Steven. Marcel, ik ben ongelooflijk blij dat je bent. Ja. En ook blij dat ik nog eens op televisie ben. Ja, het is al even geleden, ja. Ja, maar dan komt iets nieuw. Ja. In mei ben ik terug op televisie. Maar waarom had u mij gevraagd? Wel, daar heb ik een zeer goede reden voor. Zegt deze slaapkamer jou iets? Deze slaapkamer? Ja. Nee, helemaal niet. Nee? Nee, echt niet. Die is gelinkt aan een ongelukje en dat is jouw schuld. Een ongelukje, oké. Ja. Goed. Ik ga het even kaderen. Ja. Je eerste grote tv-show met toeters en bellen die volledig rechtstreeks ging, 14 jaar geleden. Ja. Weet je dat nog? Ja, die was zo slecht dat die mensen dan puur van miserie een kind gemaakt hebben. Nee? Nee, het eerste deel van de zin, daar kan ik me nog in vinden. Oké. Ja, dat was vrijdag de 13e. Ah, ja. Grote televisieshow. Ja. Zegt jou dat nog iets? Ja, dat zegt me absoluut. Ja? Dat werd aangekondigd als een groot succes, maar dat was het niet. Dat was het helemaal niet, nee. Nee. Je hebt de broeders Verret hadden een Pak de Poenshow. Ja. Wel, ikzelf samen met Evi Grijaert, wij hadden vrijdag de 13e een loterijshow waar ongeveer alles misgegaan is wat kan misgaan in het televisieprogramma. Laat ons beginnen bij het begin. Het was gepland als een leuke show. Ja, en eenmalig ook. De loterij doet niet zo vaak echte televisieshows meer. Dat was ook puur omdat vrijdag de 13e was een speciale loterijtrekking. En ze gingen dat eens op televisie doen en dan mocht daar een grote show tegenaan gegooid worden. Marcel, om een beetje een beeld te krijgen voor mensen die het toen niet gezien hebben. Het begin verliep eigenlijk vlekkeloos. Oh, man. Wij gaan bewijzen dat vrijdag de 13e absoluut geen ongeluksdag is. Ja, dat is een gevaarlijke uitspraak hè, van Evi. Ja. Dat was Evi's eerste live televisieshow trouwens. Ze was heel nerveus. Ik was toen 40 en zij net 20, denk ik. Echt piepjong. En ze trilde ook echt op haar benen, want er waren heel moeilijke repetities aan vooraf gegaan. En ze zei net voordat we opkwamen tegen mij: is dat altijd zo, Marcel? Ik heb gezegd, nee, meisje, echt waar niet. Dit komt goed. Ik weet niet hoe, maar het komt goed. Ja. Grote show met publiek, weet je dat nog? Het publiek zat daar niet zomaar. Die konden allemaal meespelen en die konden ook allemaal, denk ik, uiteindelijk, of één iemand, kon een geweldig bedrag winnen. Ja, klopt. Klopt, absoluut. Ja. Op het einde kon je 40.000 euro winnen. En mensen die in het publiek zaten, die waren allemaal geboren op vrijdag de 13e. Oh, dat ook nog. Ja. Dus je hebt enerzijds het publiek en anderzijds had je ook een panel met bekende gasten, weet je dat nog? Dat weet ik nog heel goed, ja. Die hadden allemaal één ding gemeen, weet je dat nog? Die stonden allemaal op de parking geparkeerd. Van de studio. Wel, ja. In alle eerlijkheid, dat zou een dwingendere reden geweest zijn om ze te vragen. Want, ja. Dus de reden was, ze hadden allemaal iets met het getal 13. Iets. Ah, ja. Freddy Maartens, wanneer ben jij geboren? 13 februari 1952. Voilà. Je reed wel met het nummer 13 vaak, hè? Ja. En vaak met 13 gewonnen ook? Ja. Zeer goed. Ik hoop dat vandaag ook deze 13e veel succes mag brengen. Dank u wel. Britt van der Borg, dames en heren. U bent geboren op de 13e. Ja. Augustus. Ja, dat klopt. Johnny White. En die heeft ook één verhaal met het getal 13. Vertel eens één verhaal, wat is er gebeurd op de 13e? Over zoveel jaar terug was ik aan het optreden in Luik. Mm-hmm. Ik had gedaan met zingen, kwam buiten, wat gebeurt? Auto gepikt. Op de 13e? Op de 13e. Was het een vrijdag? Nee, een zaterdag. Freddy, welkom in de show. Anne Keuvels, geboren op 13 juli. Ja, dat was Johnny Marcel en ook Anne Keuvels heeft iets met 13. Zo wat heel je familie verjaard op de 13e? Wie allemaal? Die ik nu zo direct weet, mijn zus, mijn man. Wauw. En natuurlijk Vanessa Schinitor, dames en heren. Ja, en voor Vanessa Schinitor is het getal 13 heel speciaal. Ik heb in 1999 meegedaan aan Eurovisie Songfestival. 13 jaar later, na Sandra Kim. Ja, maar wat was je einduitslag? Ik was de 12e. Je hebt altijd 13 liedjes op je cd, hè? Waarom is dat?
heeft meer te maken met compilaties. Compilaties-cd's sta ik meestal als dertiende op een cd. Ah, ja. En onze laatste eregast is natuurlijk Stanny Krets. Goedenavond, Stanny. Ja, Stanny Krets heeft in tegenstelling tot de rest niks met het getal 13. Ja. Wel, maar ik wil een kleine rekensom maken. Ik ben namelijk op de 11 december 1964 geboren. Yes. En als we dat optellen, 1 plus 1 is 2. Ja. 1 plus 2 van de maand december is 3. 2 maal 3 is 6. Dan tellen we 1 plus 9 plus 6 plus 4 is 20. Ja. Dan tellen we die 6 bij die 20 op. Hebben we 26, delen we door 2 en hebben we 13. Absoluut. En daar drie keer op. Ja, dat verliep allemaal nog goed, Marcel. Ja, ik vond eigenlijk dat ik dat redelijk goed deed. Ja, jij wel. Nee, sorry, ik dacht van, oh, dan ga ik mezelf zien presenteren, hoe erg is dat? Maar dat was vlotte babbel. Goed, de BV's zijn voorgesteld, dan begint er een spel. Ja. Weet je nog hoe dat ging? Wat ik me daar vooral van herinner is, ik weet natuurlijk niet welke vragen, maar dus, het was een vraag aan het panel. En ik zei dat goed, en dan wacht ik nu op jullie antwoorden. Jullie kunnen nu afdrukken. Waarop Stanny Krets heel langzaam naar mij keek, allemaal live. Hè? En waarop moeten wij afdrukken, Marcel? Er waren geen knoppen om op af te drukken. En ik zei van, op de knoppen die er niet zijn. En wat er toen gebeurd is, weet ik niet meer. Maar daar begon het. Ik dacht van, dit komt niet meer goed. Laten we daar eens naar kijken. Wat deed Johan Cruijff? Het is waar gebeurd. Wat denken jullie? Drukken jullie af? A, B, C? Ik zou heel graag willen afdrukken, Marcel, maar wij hebben niks om te drukken eigenlijk. Dan doen we dat gewoon verbaal. Want dit is een live-uitzending. En dan, tegen dat de kaskes hier zijn, zijn we zondagavond. Tweede vraag gaat over Johan Museum. Ja, tijdens de tweede vraag worden de drukknoppen dan snel geplaatst. Ja. Kijk. Ja, belangrijk om juist te kunnen antwoorden is natuurlijk ook dat de quizmaster de juiste vragen leest. Ja. De toenmalige leider van Noord-Korea, Kim Il-sung, die heet bij mij weten toch gewoon Kim Il-sung. Kim 2 Sung, ja, zo heet die man. Zo heet die man niet, hè, Marcel. Op de volgende vraag is het onmogelijk om te antwoorden, wees zeer persoonlijk. Het gaat over uw geluksdag. A, mijn geluksdag is een vrijdag. Mijn geluksdag is een van die andere 6 dagen. Of ik heb helemaal geen geluksdag. Het is berekend. Welke dag kan je het beste kiezen om zeker te zijn dat je een geluksdag hebt dat die jouw geluk zou kunnen brengen? Vrijdag de 13e, een van de andere dagen. Iedereen is helemaal verbouwereerd. Ik versta de vraag niet, Marcel. Ja, aan de vragen is het als maanden gesleuteld. Ja, absoluut. De vraag is, beste paneleden, hoeveel, en beste mensen in de studio, hoeveel vingers houdt Marcel nu op zijn rug? Houd ik op mijn rug, hè? Hoeveel vingers heeft Marcel nu op zijn rug? Dat is de vraag. Ah, heeft. Ja, dan 10. Ook 10. Ook 10. Het is weer hetzelfde. Oké, maar het is toch echt zeker. Ja, voilà, dan maar een andere makkelijke ja-nee-vraag. Waar je dus kan kiezen tussen antwoorden ja, nee en ja, maar eigenlijk nee. Of C, als ik hier eerlijk ja op antwoord, dan is het geen leugen meer, maar de waarheid. Dus ja, maar eigenlijk nee. Laatste is ingewikkeld. Ja. En zou je liegen, Stanny? Ja. Jij zou liegen. Freddy B? Ja, B, maar ik versta het toch niet. Nee, man. Jij verstond het niet, maar hij verstond het spel ook niet echt. Nee. Och, man. Hadden jullie dan dat niet gerepeteerd, Marcel? Wel, daar zijn wij niet aan toegekomen. Dat was het hele gedoe met dat programma. Het was blijkbaar heel moeilijk om dat programma bij elkaar te krijgen. En wat ik me herinner, dus dat was op vrijdag, dat was donderdagavond. Om 9 uur zie ik daar nog altijd zo'n meisje zitten in een kamer, een stagiaire. En die was aan het knippen en bijna aan het wenen. En Evie en ik stonden daar zo. Kom op met die vragen. Wij moeten morgen 8 uur repeteren. En nu weten we het nog niet. Het is even af. En die mag plakken. Echt met zo'n stapel. Echt, ik overdrijf het niet. Echt met zo'n stapel papier. Ik naar huis. En ik kwam om 10 uur thuis. Ik dacht, fuck it, maar ik ga nu niet meer blokken. Ik ruip mijn bed in. Ik heb morgen een dag van 17 uur. Ik zie het wel. Ja. En dan zijn wij beginnen repeteren. Ik weet het meer wat, wanneer, 10 uur of zo. In elk geval, om 7:30 s'avonds staan wij in die studio, in dat decor. En ik denk dat we toen ongeveer 1/3 misschien van die uitzending gerepeteerd hebben. En toen riep er iemand, je moet nu stoppen, want het publiek komt al binnen. En ik kende ook de regisseur goed. Is trouwens dezelfde regisseur. Applaus voor Tanja, dames en heren, die ook dit programma regisseert. Er was een vergadering geweest. En ik wist, Tanja is echt een professional. En op het einde weet je, er is maar één persoon die echt de piloot van dit programma is. En dat is de regisseur. En ik heb gewoon met Tanja afgesproken. Jij zit in mijn oor. Jij zegt wat ik moet doen en ik doe dat.
naar links, naar rechts, naar voren, naar achter. Nu in het decor. Er komen twee mensen binnen die hebben iets gewonnen in Olen. Gesprekje, 2 minuten. Okay. Hey, hallo, 2 mensen uit Olen, dames en heren. En wat heeft u gewonnen? En zo zijn we daardoor gesurfd. Oh, Jezus. En dan nooit gedacht van, ik stop ermee, ik trap het af? Dat is het enige programma dat ik ooit heb meegemaakt. Op een gegeven moment, ik stond er in die studio en ik had zo nog 2 minuten. Ik sta helemaal alleen en iedereen is op een ander aan het kijken. En ik denk, daar, hè, is een deur. Dat heb ik nooit gehad. Daar is een deur. Ik leg die fiches hier. Ik wandel door die deur. Ik stap in met een auto en ik ga thuis kijken om te zien hoe het afloopt. Echt waar. Dat is het enige dat ik dat gedacht had. Ik heb het nooit bekeken achteraf. Ik heb het ook nooit opgenomen. Ik heb zaterdags aan iets anders gedacht. Ik heb niet eens gekeken of ik iets gewonnen had met de lotto. Maar ik heb het wel opgenomen. Laat ons eens kijken, Marcel. Het ziet er nog redelijk goed uit tot nu toe. Voorlopig wel, ja. Ja. Maar goed, ondertussen is dat bekende panel compleet het noorden kwijt. En alles dat kan fout lopen, loopt ook fout. Ja, Marcel, is Karen eigenlijk de gelukkigste mens in onze studio? Of zit hij misschien tussen jouw BV's? Ja, dat denk ik ook wel. Maar dat hebben we al lang gehad, Evi, de puntenafrekening van de BV's. Dus ik ga nu over naar de trekking van de Euromillions. Aha. Aha, ja, dan is er de ronde met de ballen, maar er zijn geen ballen. Dat meen je niet. De BV die het verst van het juiste antwoord zit, die moet een balletje trekken uit een kom die ik jou zo dadelijk wel op de een of andere manier zal geven. Voilà. Ja, jij weet dat niet meer waar je bent. En welke vragen gaan we nu? Meester van Bakleen? De munten. Welke munten? De punten. Ah ja, de punten. Ja, heel goed. Ja, ook ik weet niet meer wie nog meespeelt. Vanessa, dat zou jij toch zeker moeten weten. Hoeveel punten scoorde Padde Deux in 1983? Vanessa mag niet meer meedoen, hè. Ah ja, dat is juist. Ja. Ah nee. Ah, ja. Er waren ook nog bellers die het geluk zochten, maar daar had Evi niet alle informatie over gekregen. Ja. En de winnaars die worden vanavond gecontacteerd door de Nationale Loterij. Ja, meer zelfs. Die zijn al gecontacteerd geweest. En we hebben eigenlijk al een cameraploeg. We gaan er nu beelden van zien. Ja, met de flesje champagne en de shake van... Ja, en dan is het beeld zwart. Oké. Okay. Durende, je had het nooit, 13 seconden. Serieus? Compleet zwart. 13 seconden. Ja, dat is echt... geweldig. Enthousiasme. Ja, geweldig dat er ook veel champagne gestort wordt op het nieuwe Persische tapijt. Ja, Marcel, en jij werd je frustratie dan maar uit op de kandidaten. Corine, ook jij mag een kluis kiezen. Jij bent daar net. Alles goed met jou? Ja, prima. Zenuwachtig? Een beetje. Heb je dat zelf gebreien? Nee. Heel goed. Kies een kluis. Kies een kluis. Ja, goedenavond, Corine. Goedenavond, Corine. Hallo. Ah, geweldig. Ja. Hallo. Ook leuk, hè? Dus u trekt naar Brussel, u doet daar uw schoonste gilet aan en dan krijg je dat daar te horen van Marcel. Ja, inderdaad. Ja. Je hebt hem weer aan. Ja. Ah ja, ze komt op tv, het is haar schoonste gilet. Oké. Maar dat was niet kwaad bedoeld, hoor. Maar op de duur weet je echt niet meer wat je moet vragen aan de mensen. Nu, na 1 uur en 3 kwartier breekt dan eigenlijk de finale aan van het programma. En Corine, jij speelde dat finale spel, weet je dat nog? Ja, inderdaad. Ja, er waren 3 kluizen, 3 mensen. En wie de juiste code had, die kreeg eigenlijk de cheque van 40.000 euro. Die zat in een van die kluizen? In een van die kluizen. Ah, ja. Ja, als alles goed ging, natuurlijk. Ja, 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 ja. Corine tikte een code in. 8, 0, oh, enter. Draai aan de knop. Ja, daar hebben we de winnaar! Het is gelukt. Heb je al enig idee wat je er zal mee doen? Want het is een flinke som geld, hè? Misschien een mooie reis al. Ja. Enig idee naar waar? Ergens in Nederland. Daar kan zij veel wol mee kopen met 40.000 euro. Ja. Oh, man. Ja. En dan, Marcel, is het eindelijk afgelopen. Hartelijk bedankt en tot de volgende keer, denk ik. Hè? Ja, dat is verkeerd gedacht. Ja, en in plaats van Corine bloemen en champagne te geven, wordt ze gewoon weg van het podium geduwd. En jullie krijgen de bloemen en champagne en Corine krijgt een staanplaats voor spek en bonen. Oh, gaar. Ja, jullie worden daar echt gefeliciteerd en Corine staat daar met haar gilet. Och, gaar, ja. Ja, Corine. Nu, het goede nieuws was, Marcel, de enige voor wie het geen ongeluksdag was, is Corine. Want naar welk eiland ben je dan getrokken? Ik heb slaapkamer gekocht. Ah, is dat de slaapkamer die je daar straks had? Ah, oké. Voilà, Marcel. Oké. Dat is natuurlijk het ongelukje.
dat met jou te maken heeft. Ja, ja, ja. Die slaapkamer. Ja. Is dat een slaapkamer van 40.000 euro, Corinne? 20.000 euro. Ah ja. Ah ja. En met de andere 20.000 heb je een man gekocht? Of, Nog een oldtimer ook. Een old... Ah. Jouw man, of...? Oké, okay, maar... Kijk, Marcel, is het voor jou een troost dat ondanks jouw twee heel moeilijke uren Corinne toch al 14 jaar slaapt in een prachtige kersenhouten slaapkamer dankzij Absoluut. Jouw ongeluksdag? Ik vind het echt een geweldig verhaal. En je slaapt er goed in, hoop ik? Of... Ja, ja, prima. Oké, okay, heel goed. Voilà. Kijk, hartelijk dank, Corinne. Marcel, ik heb voor jou nog een cadeau, opdat je die 13 mei 2005 nooit of te nimmer zou vergeten. Het is een... Goedenavond, hartelijk dank. Ook voor de voorbije 10 weken. Goedendag. Marcel van Tilt, ja. TV-icoon. Dank je wel. Hans, TV-icoon in wording. Oh, mijn god. Het is een gebreed pul met daarop Freddy Maartens, die zegt... verstaan dat toch niet. Voilà. Dank je wel. Hartelijk dank, Marcel. Dank je wel. Maar oprecht, Marcel, begrijp je nu dat mocht iemand anders dat gepresenteerd hebben, dan zou dat compleet, maar compleet fout gelopen zijn. Terwijl jij vindt daar toch nog ergens plezier in op een of andere manier. Ja, het is... Je kon ook niet weg, snap je? Het is zo absurd dat je denkt van... Hier sta ik nu in mijn beste kostuum met een nieuwe onderbroek aan. En, ja, en tientallen mensen zijn hiermee bezig, het licht en alles. En niemand weet wat er gaat gebeuren. Allee, hoe absurd is dat? Ja, zeker. Dat doe je gewoon door, toch? Kijk, we gaan nu ook door als het oké is. Absoluut, absoluut, ja. Dank je wel. Ja. 21 jaar geleden kwamen er twee heren op tv die zichzelf voorstelden aan de kijkers. Hallo, ik ben Guy, ik ben 31 en ik hou van het leven. Goedenavond, Guy. Hallo. Hey, dat is Marcel. Hoi. Goedendag. Hoi. Hoi. Guy, ja, jij bent levensgenieter. Ja, klopt. Enfin, levensgenieter. Ja. Er was nog iemand, hè, Guy? Even kijken. Hallo. Dat is een stukje tussen de taartjes. Dat kan wel. Ja, hier. Hallo, ik ben Julien, ik ben 31 en ik ben levensgenieter. Ik ben een levensgenieter, hè? Hallo, ik ben Julien, ik ben 31 en ik ben een levensgenieter. En samen zijn wij de twins. De twins. Aha, de twins. Goedenavond, Julien. Hey. Hallo. Hey. Welkom. Marcel. Marcel. Hey. Goeie aspect. Ja, ja. Welkom, heren. Ja. Zij zijn de twins. Ken je de twins, Marcel? Nee, nee, maar ik ga ze nu leren kennen, denk ik. Ja. Heb je enig idee waarom ze ooit op tv zijn geweest? Zijn jullie ook twins? Ja. Ah, oké. Okay. Ja. Ja. Wat voor een tweeling zijn jullie? In eig. In eig, ja. 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 Dus Julien is wel 10 minuten ouder. Je bent ook altijd de baas te spelen. Is dat zo, ja? Ja. Wow, soms, hè. El General, hè. Je zegt dat toch altijd? General, hè. Ja. Oké, okay, ah ja, dus omdat je 10 minuten ouder bent, voel je je verantwoordelijk? Ja, dat is een beetje mijn kleine broer. Hè. Ik ben blij dat hij mijn tweelingsbroer is en ook tevens een goede vriend. En dat vind ik belangrijk. Hey, dat is prachtig. Hè. Ze zijn nog geen minuut binnen, ze hebben al ruzie gemaakt en terug bijgelegd. Dat is ja, absoluut. Ja, is dat. Ja, dat is wel zo. Ja. Maar zij kwamen samen op televisie in het programma Afrit 9, ja. 21 jaar geleden. Wat me opviel, is dat jullie zich graag en goed verzorgen. Dat is mijn badkamertje hier. Hè. Dus hier maak ik me dan meestal mijn eigen klaar. Hier. En je zegt, ik ben ongeveer 2 uur zo bezig. Ja, 2 uur. Ja, maar echt mijn tijd nemen. Van wat mezelf, doe je dan? Ja, van alles. Ik ben van alles bezig eigenlijk. Hier op dat moment. Crème op mijn gezicht, een dagcrème. Als ik dan s'nachts zou werken, moet ik een nachtcrème op mijn gezicht doen. Natuurlijk. Dat wist ik niet. Dat... Nachtcrème voor nachts. Ja, natuurlijk. Als je nachts moest werken. Ik zeg altijd, je wordt een jonger op en zeker nu, ik probeer mijn eigen goed te soigneren. Maar vroeger was dat zo bijna taboe dat mannen zouden dagcrème of zo gebruiken. Ja. Ja. Gebruik jij dagcrème? Vroeger wel, maar nu niet meer. Serieus? Daarover gaat, ja, ook mijn nieuwe programma gaat er eigenlijk over dat eigenlijk geen enkel van die crèmes werkt. Wat er wel werkt, heren, voor voor uw schoon gezicht is, dat is tomaten eten en wortelen. Ja. Want alle schoonheid komt van binnenuit. Maar langs de bovenkant van alles veranderen, echt. Ja. Je mag het wel al wegzuigen, dat kan misschien wel, maar crèmes helpen eigenlijk niet. Dus tomaten en wortelen? Dat, ja, omdat het van binnenuit, dat geeft kleur aan uw vel. Elke dag een liter wortelsap en tomatenpuree. Ja. Met vodka erbij. Je mag daar vodka bij doen. Jullie verzorgen zich natuurlijk in functie van jullie werk. Laten we eens kijken naar Guy en Julien op de werkvloer. Thank you.
Guy en Julien van Houten zijn een eeneige tweeling uit Berchem. De laatste jaren groeiden zij uit van kelner en buschauffeur tot beroepstrippers. Ah, oké. Okay. Zo afgetraind, jongens. Ja, ja. Amai. Wow. Dat is wel nogal een uitgroeiing, hè? Wow. Ja, dus ja, natuurlijk ja. Zoveel jaar later, nu, hè, maar uiteindelijk, kom. Ja. Chapeau, amai, zo'n lijf. Want dan moest er wel... Oh, nee, is dat? Is lijf, hè. Lijf, hè. Je moest er wel, ik moest zeggen, je moest er wel voor trainen. Ja, dat zal uiteindelijk waren wij wel 6 van de 7 bezig. Ja. En we moesten ook al op de spiegel in nemen. Dat hadden we geen spiegel, we kwamen niet opreden. Ja. Ja. Ik vind, we waren misschien ijdel, maar toch... De spiegel om jezelf te zien. Oh, zeker, dat zou wel zijn. En voor alles, hè. Want alles moest zitten ook, hè. Wat is mijn haar nog goed? Uiteindelijk gingen we wel uit de kleren. Maar ja, ja. Misschien dat ook dat we helemaal naakt gingen, hè, onder de vlag. Hè. En dat er dan zo een schoon meisje was in het publiek. Ja. Die zat dan mee onder de vlag, natuurlijk. Hè. Onder de vlag? Onder de vlag. Was het dan een Vlaamse vlag? Dat was meestal een Amerikaanse vlag. Ah, ja. Dat we ook in de Walen optreden. Ja, kwam niet met een Vlaamse lier voor ons staan. Nee, dat was meestal een Amerikaanse vlag. Ja. Wat ik me afvraag, jullie lichaam is jullie instrument. Wanneer hadden jullie door dat jullie lichaam goud waard is? Ja, oké, okay. Zeg het maar, Guy. Ja, mag ik het zeggen, John? Ja, zeg maar. Okay. Mag ik het zeggen, goud zeggen? Oké. Okay. Nee, uiteindelijk, we werkten beide als gasson in de discotheek. Ja. En we werden gecontacteerd door iemand van het artiestenbureau. En die zei, amai, jullie zien er goed uit. En dan zijn wij gewoon langs het artiestenbureau gegaan. En dan zijn wij als clown begonnen. Ja. Gewoon als kinderanimator zijn we begonnen. En dan nadien was er toevallig was een stripper die ziek was. En die van het artiestenbureau, dat was toevallig Papa Chico. En je weet wel, die bekende koe. Ja, ja, ja. Zo, en je kent die wel. Bekend, ja, Papa Chico. Ja, die belde ons dan op en die vroeg dan, kunnen jullie die stripper vervangen? Kan Papa Chico ook zijn kleren uit doen? Ja. Oh my god. Dat was een boekingskantoor, hè. Papa Chico had ook strippers. Ja. Kan de Chico onder de vlag? Dat kan allemaal. Alles komt. Dat bejaardentehuis. Ja, zeker. Geweldig. En dat was dan toevallig mijn eerste optreden. Hey, Julien, je bent er mee geweest. Dan waren jij DJ, dus met een cassetterecorder en een cassetje. En dat was in mijn clownenpak met mijn clownenschoenen. En dat was in een rusthuis. En daar heb je voor het eerst gestript. Dat was mijn allereerste optreden. Ja, heb je gestript in het rusthuis? Ja. Verkleed als clown. Ja, maar dat is zo waarschijnlijk. Echt met de clownenneus. Enkel die aangehouden. En nadien zat die clownenneus wel op een andere neus. Dat meen je niet. Oké. Okay. Maar uiteindelijk al bij al, is het heel goed meegevallen. Dat was fantastisch. Zo. Ja, zo is die feit allemaal begonnen. Zo zijn de ballen aan het rollen gegaan. Ja, inderdaad. Ja. Ja. Ons ballen nog. Hè. In het rusthuis. Guy en Julien, jullie trokken in de 90s van disco naar disco om de Vlaamse meisjes te betoveren met jullie identieke poep. Ja. Oh ja. Yeah. Het is nacht, dus zijn jullie helemaal ingespeeld met nachtcrème. Ja. Ja. En klantenbinding is voor jullie ook heel belangrijk. Ja. En een beetje van genoten wel? Ja, plezier. Ja. Dat horen wij graag. Echt waar? Ja, ja, ja. Dat beestig was. Ja, en dat de klant het beestig vindt, dat vind jij, Guy, ook echt beestig. Ja. Het is wel mooi dat ze gewoon hun eigen zijn en dat ze even goed recht komen zeggen. En dat ze gewoon ons even willen ontmoeten. Hoe voelt dat? Hoe voelt dat, Julien? Heel goed. Dat is fantastisch, hè? En jullie doen in feite nog veel meer dan enkel maar uit de kleren gaan. Ja. Ja. Kijk. Wij doen in feite nog veel meer als enkel maar uit de kleren gaan. Wij hebben altijd als kinderanimator gewerkt, dan gingen we niet uit de kleren. Maar dan waren wij er ter plaatse gewoon om de kinderen te animeren en ook om gekke dingen te doen. Voor kinderwerk, dat is overdag, hoofdzakelijk. Dus de kinderpissen waren hoofdzakelijk overdag? Ja, hoofdzakelijk overdag. Dat was dan met dagcrème, onderstel ik. In een dagwerk, dus met kinderen en dan s'avonds voor de mama's, voor de kindjes. Ja, ja. Nee, dus van die mama's, kinderen. Van die kinderen, hè. Dus het waren twee soorten ballons. Ja, inderdaad. Hier, Julien, we zijn nu 21 jaar later. Ja, doen jullie het nog strippen? Ja, nee. Uiteindelijk zijn we op ons hoogtepunt gestopt. We waren samen, we hadden een relatie, kinderen. Het was, het was oké. Okay. Maar het zou ook niet meer gaan, omdat jullie er niet meer identiek uitzien, hè? Jawel. Jij laat je haar staan, en jij niet. Ja, voor mij is dat gewoon, oké, M zitten, een baard. Mooi, een baard. Ik zou het eigenlijk op zich wel een tof idee vinden, mochten jullie de draad terug oppikken. Ah, oké. Okay. We hebben ook eens aan jullie publiek van toen gevraagd van, zien jullie een terugkeer van de twins zitten? Okay. En zo hoe moeten die twins er dan uitzien? Want jullie moeten wel identiek zijn. Hè? Hetzelfde.
Is het met baard of zonder baard? Geschoren of niet geschoren? En de twins zijn ondertussen ook een beetje ouder geworden. En ook jullie publiek schuift op. Mag ik iets laten zien? Natuurlijk, maar niet. Hallo, ik ben Guy. Ik ben 52 en ik hou van het leven. Hey, ik ben Julia, ik ben 52 en ik ben levensgenieter. Levensgenieter. Ah. En samen zijn wij de twins. Kennen jullie de twins? Nee. Dat waren vroeger strippers. Ah. Ooit gezien, strippers? Ja, toch. In de Maxim. In de nachtclub? Ja. Ja. Dus vroeger zagen ze er alle twee exact hetzelfde uit. Je kon het verschil niet zien. Ja, ja. Maar nu wel, hè. Omdat de ene... Ja, de ene misschien wat zwaarder is. En de ene heeft een baardje en de ander niet. Voilà. Ja, ja. Ja. Dus de vraag is, Arlet, moeten ze gladgeschoren gaan? Vindt het... Mooi zoals Julien is, of moeten ze zoals Guy? Zoals Guy. Zoals Guy. Ja. Alles laten staan. Ja. Wat vind jij het schoonst? Dag. De baard? Ja. Ja? Meneer. Guy. Ja? Ja? Ja, met een baard. Ja? Die is meer mondig dan dat, vind ik. Ja, ja. Ze heeft zo een beetje vrouwelijke trekken, gelijk, of die houding. Dat vind ik dan meer. Ah ja, Julien is wat vrouwelijker. Ja, ik vind dat, ja. Een lange baard zie ik niet graag. Nee. Maar dat is zijn borst daar, hè? Ja, ja. Dus ze hebben eigenlijk alle twee veel borst daar en veel rughaar. Ja. Op de rug ook? De rug ook, ja, ja. Oh, dan is het niet, hè. Nee? Had jij ook haar? Nee. Kijk, hier zo wel. Een beetje. Zie je dat? Zo. Voilà, de twins, Guy en Julien. Dus als het van jullie afhangt, geschoren. Ja. Geschoren. Ja. Ik geef het zo door. Ah, ja. Ah, ja, dat mag. Is je kwaad het daartoe, hè? Dat zijn problemen. Doe ze nog? Ja, ze zijn terug van plan om te gaan optreden. Ah, dat is goed. Zullen ze graag met de kleren zien gaan? Ja, waarom niet? Zeker. Stel je voor dat ze komen strippen. Zouden ze dan komen kijken? Vanuit. Liefst voor of namiddag? Namiddag. Ja? Want in de voormiddag is er altijd iets te doen. Ja, voilà. Goed, ze zijn het er niet echt over eens. Hè. Is het met of zonder baard voor hun... Ze hoorden het woord stripper en ze waren al verkocht. Ja, ja. Dus uiteindelijk hebben we onze nieuwe job gaan dat blijven doen. Ja. Ja. Je bent daar begonnen in het rusthuis. Ja, we gaan het niet doorgaan in het rusthuis. Ik heb nog een cadeau voor jullie als jullie terug op tournee gaan. Kijk, dat is, als jullie in de voormiddag optreden, is dat een voormiddag crème. Voormiddag, en voor de namiddag crème. En als het wat uitloopt, is er ook nog een nachtcrème koek. Dank u. Voilà, hartelijk dank. Guy en Julien, de twins. Dank u. Geweldig. Succes, jongens. Toffe mannen, hè? Ja, ongelooflijk verhaal, man. Echt fantastisch. Marcel, 30 jaar geleden kwam er een dame op tv en die kon tellen. 1, 2, 3, 4, 5. Ken je haar? Ja, natuurlijk, Marlene. Ja. Was het de Duitse les op de BRT? Ja, ik ga naar hier halen. Ah, geweldig. Welkom, Marlene de Wouters. Hey, goedenavond. Alles goed? Welkom. Een grote eer dat je hier bent. Marlene, ja, wat kan ik zeggen? Jij bent een tv-icoon. Je hebt zoveel dingen gedaan. Je hebt decennia lang voor VTM gewerkt, nadien op VT4, 5, 5. Je bent overal te zien geweest. Maar wat ik niet wist, is dat je ook op de openbare omroep ooit te zien was. Zeggen dat het hiermee begonnen is. Als je dat nu ziet, dan denk je, oh mijn god. Hoe oud was je toen? Ik denk 23. Ja. Dat is in 87 opgenomen. Ik had nog nooit televisie gedaan. Ik was één keer te gast geweest bij Mike Verdrink. Ja. Mike presenteerde dat programma met Mike aan Zee. En daarmee is het eigenlijk allemaal begonnen. En... Ja, want, sorry dat ik jou opbreek. Marcel, Marlene was eerst een grote tennisster. Weet je dat nog? Ja, groot, groot. Enfin, dat weet ik niet meer. Nee? Wat was je echt een professioneel tennisster? Ja, ik was de eerste Vlaamse die een WTA-ranking behaalde. Zo is het allemaal begonnen. En dan bij Mike aan Zee. En, okay. En dan dat Sprechen Sie Deutsch. Ja, en Mike had het verstand om in jou iets te zien. En dan, dit komt uit de taalkursus Sprechen Sie Deutsch? Ja. Sprechen Sie Deutsch? Ik spreek een weinig Deutsch, ik spreek geen Deutsch. Nein. Nee. Whatsoever. Nee. Sorry, op school heb ik het wel gehad, maar ik ben het ondertussen weer vergeten. Laat ons even kijken hoe dat programma begon, Marlene. Hallo, hartelijk welkom bij deze eerste aflevering van een nieuwe taalreeks Duits met als titel Sprechen Sie Deutsch.
In 20 televisieuitzendingen gaan we proberen behoorlijk wat Duits te leren. Ik hoop zowel u thuis als ik, want eerlijk gezegd ken ik ook niet zoveel Duits. Ik heb het vroeger wel op school geleerd, maar ik ben inmiddels alweer een hele hoop vergeten. Marlijn, jij kleeft al op het scherm. En je stem is heel goed, hè? Echt warm, duidelijk, maar ja, geprononceerd. Echt fantastisch. Ik heb nooit de ambitie gehad om iets voor televisie te doen. Ik dacht, ik ga tennissen en als ik niet meer mag tennissen of kan tennissen, of ik ben niet goed genoeg, dan ga ik voor de WTA werken of de ITF of de AT. Ik wilde gewoon reizen. Dus in één keer word ik daar zo in die studio gesmeten. Dat was de instructieve omroep in die tijd. Ja. Emiel Goele. Ja, die en was producer. Die was producer, maar ik denk dat Emiel niet veel te zeggen heeft gehad aan dat programma. En de regisseur ook niet. Ik heb dat nooit meegemaakt. Want de enige die eigenlijk iets te zeggen had, was de professor. Ja. En die legde dat ook constant stil. Dat is alsof er hier iemand constant zegt van stop, we stoppen. Maar die man die had dat eigenlijk allemaal in handen. Ja, want het was, eigenlijk want het zijn, was zijn cursus. Zijn cursus ja. Die man zat daar. Ja. Die man, dat was die man, de professor en die mevrouw, dat was een Duitse lerares. Want ik had eigenlijk een dubbele rol. Ik was zogezegd de presentatrice, maar ik was ook de leerling. Maar wat ik heel slim vond, is dat ze jou daarvoor selecteerden. Omdat jij bent daar een jonge, stralende vrouw. Vandaag ben je nog altijd een jonge, stralende vrouw. En dat Duits, dat klinkt toch vaak wat koud. Het heeft een beetje een koude reputatie, dus het is heel verstandig om daar een warme persoonlijkheid bij te zetten om dat Duits te doen ontdooien. En wat ook opvalt, ik heb heel de reeks met plezier bekeken. Oh, nee, oh. Je spreekt nog 6 keer Duits. Nee. Allee, man. Dat is niet aan de reeks. Effectief, jij bent de leerlingen, Jos is de leraar. En hij is zo streng, zeg. Ja, hij was heel streng. Hij was heel streng. Ja. Voor mij ook en voor die lerares ook. Ja, we durfden niet, we moesten echt doen wat hij zei. Maar dat was toen in die tijd zeker heel veel, ja. Jij was gewoon onervaren. En ik was totaal onervaren, dus ik deed maar wat men van mij verwachtte. We zien in de reeks een strenge taalleraar versus een prachtige, uitbrekende tv-ster. En wat ga je ons vandaag leren, Jos? Ben je nog niet door je grammatica-voorraad heen? Dat op keinen fall. Heute fangen we met de prepositionen aan. En hoe meer kwaliteit ons taalgebruik heeft, hoe meer respect de Duitsstalige daarvoor zal hebben. Dat stimmt. Dat stimmt. Maar Jos antwoordt altijd heel lief en warm. Er was niet alleen sprake van, het is ook zo. Dus we moeten het toch allemaal onthouden? Je moet het zo lang onthouden tot het vanzelf uit je computertje komt. Ja, zeer warme televisie. Maar wat een groot contrast met jou, Marlijne. Jullie zitten daar gezellig bij elkaar. Zullen we nu maar met onze overzichten en oefeningen beginnen? Ik heb sterk de indruk dat we weer moeten opschieten. Sorry, maar op deze beelden crasht mijn computertje. Ja, en jij doet er alles aan om Jos te ontdooien. Dan zal ik maar eens aan onze prof vragen wat voor plannen hij heeft. Dat is een voorzichtig voorstel waar niet per se op ingegaan hoeft te worden. Dan refereer je naar Jos zijn braadworst. Und ich habe Appetit auf Würstchen mit Bratkartoffeln. Ik weet wel wat je bedoelt. Een vingerhoedje. Meer niet, hoor. Ik zou nu rood kunnen worden, maar dat doe ik niet. Als ik me ging opwinden, bijvoorbeeld. Aber wir bekommen ihn nicht zu sehen. Krijgen we hem niet te zien? Das ist schade. Vond je het jammer? Ja. Ook een volwassen mens mag teleurgesteld zijn, vind ik. En dan geef je het op, want Jos is ondertussen gewoon overleden. Ja, Marlijne, wat een contrast tussen die strenge mens en jouw warme gloed op het scherm. Ja, dank je. Maar weet je wat ongelooflijk is? Het is dus, ik denk, 87, 88 opgenomen. Ja? En ze hebben dat dus herhaald tot midden jaren 90. Serieus? Ik zat al lang aan de andere kant. Ja. En dat bleef maar komen. En dat bleef maar komen. En ik denk, maar nog eens een herhaling en nog eens een herhaling. Ja, ze hebben het erin geramd. Maar kijk, Marlijne, het effect was zeer groot. En dankzij die cursus konden wij ook grote populaire hits begrijpen, zoals de nummers van Falco. Ken je die? Ah, ja. Genie. Hij was zo populair. In hetzelfde bezirk, ik weet het wel. Skandaal. Ja. In Murphy en Telefoon. Ik kreeg echt gigantisch veel hits. En dan al die Duitse crimireeksen konden we eindelijk volgen. Tatort en Derrick. Derrick.
Och ja. Schwarzwaldkliniek, Schwarzwaldkliniek, al die dingen. Marlene, ik versta nu tenminste wat er op de melkfles staat. Hè. Minstens haltbaar bis. Ja. Versta dat nu eindelijk. En ik heb wat dat betreft nog een cadeau voor jou om jou te bedanken. Dank je. Oh. Kijk, ik heb das Bild van de schönste Frau des Flemischen Fernsehens, die ihren Volk die deutsche Sprache neergebracht hat. Das kannst du dir dein Bett hangen und für alles Zeit an mich denken und in deinen Deutsch. Und deinen Haltbarkeitsdatum ist auch angegeben. Kijk, mindestens haltbar bis 2079. Voilà. Dankjewel. Vielen Dank, Marlene. Du warst van algemeinem Interesse. Dankjewel. Marlene de Waters, dankjewel. Merci. In het programma zappen wij mensen altijd weg. Dus ja. Vielen Dank. Wegzaffen. Ja. Zaffen? Nee, ik werde dich teleporteren. Ah, dankjewel. Dames en heren, Marlene de Waters. Ja, er waren toch ongelooflijk veel Duitse hits, hè? Ja, absoluut. Zo, Gini, zoveel groot af daar in leven. Ik heb dat gekocht en ik heb dat gezien. Nee? Dat kan niet, nee. Ah, ja. Gelukkig niet. Oké. Okay. Ja. Opa. Sorry, andere generatie. Ja. 22 jaar geleden kwam... Maar in mijn generatie sprak ze ook Duits, maar dat noemden ze Wereldoorlog 2. We waren hit met veel parlando's. Ja, absoluut, ja. Bon. Maar stel, 22 jaar geleden kwam er een man op televisie en die had een geheim. Louis Dox uit Ottenburg is zowat de enige in Vlaanderen die afgesneden papavers in bloei weet te houden. In normale omstandigheden laten die bloemetjes al na 3 seconden hun blaadjes hangen, niet die van Louis. Heeft het iets met een halve frank te maken? Want ik heb gehoord vertellen... Een halve frank, dat heeft niks met geld te maken, hè? Ja, maar dat je moet koper in een vaas leggen, dat de bloemen dan langer goed blijven. Het heeft ook niks met limonade te maken. Ik heb gehoord... Ja, maar je zou me aan je had me beloofd van niet te veel vragen te stellen. Ja, maar je moet alleen maar ja en nee antwoorden. Dus hij heeft een truc om papavers langer in bloei te laten. Ja, maar hij zegt het niet. Hij zegt het niet, nee. Goedenavond, Louis. Ah, hallo. Louis, ik ga je naar hier halen. Louis, dus normaal als je papavers afsnijdt, dan gaan die meteen hangen, hè? Nee, op hetzelfde moment. Hè. Dan hebben we dat natuurlijk wel een uur, twee. En een tijd, maar die laten hun kopje hangen en dan verwelken die. Ja, maar je had een truc om die langer goed te laten. Ik heb die een truc gevonden, ja. Ja, ja. Maar die truc wou je niet verklappen aan de reporter van de VRT. Nee. 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 Nochtans heeft die mens werkelijk alle trucken bovengehaald om er mee te komen. Die filou van de VRT. Ja. Met een bus overspuiten. Zo. Nee, nog niet. Hé, hey, niet te veel vragen stellen. Je ziet er maar een filou uit. De filou. Ja, en dan doe je de test, Louis. Links een vaas met de betoverde papavers en rechts de niet-betoverde. En dan is het wachten. En om de tijd te doden, toon je aan de cameraploeg dat je een enorme aantrekkingskracht bij bijen hebt. Oké. Okay. Ja, voilà. Even gewoon tijd te doden, even wachten. En die bijen zoeken natuurlijk naar het zoetste plekje op je lichaam, Louis. Zit er één in je broek? Nee, man. Ik ga achterbij. Ik heb ze doodgenepen. Oh! Ja. Dat is in je broek. Mijn dingen, hè. Dat is mijn eigendom, nondertje. En dan is het tijd om de papavers in de vaas te checken. Je hebt gelijk, hè. Al wakker, hè? Ja. Ongelooflijk, Louis, het werkt. Ja. Maar dus, je doet daar iets mee met die bloemen en dan blijven die langer goed. Ja. Ja. En dat werkt nog altijd? Dat werkt nog altijd. Oké. Okay. Maar Louis, waarom wou je dat toen niet zeggen? Wel, ja. Dat is een zaak die gemakkelijk te commercialiseren is. Ja. En ik wil dat geheim voor mij houden. Ja. Want ik heb dat zelf... gevonden, zelf uitgetest. Ik doe het nog alle dagen. En hoe ben je daarop gekomen? Ik heb tuinbouw gestudeerd. Ja. En ik hou van bijen, ik hou van de natuur, ik hou van bloemen. En zo ben ik erop gekomen door te experimenteren. Ja. Je verdrinkt 1 bij in het water en dan blijven die bloemen goed. Nee. Houdt die zo wat onder, zodat ze niet meer adem kan hebben? Nee. Honing.
Je doet honing in dat water. Nee, ook niet. Hè. Is de filou hier, hè? Probeer het ook. Ja, ja, probeer het ook lekker den anderen, hè. Dat zal wel gaan. Marcel, hoe oud ben je nu? Sorry, ik bedoel... 92. Louis. Ik ben 92, ja. Louis ook. Ja. Allebei 92, van hetzelfde jaar. Goed jaar. Ja, ja, goed jaar. Ah, ja. Ja. Bij ons blijven de bloemen geschreven staan, toch, man? Godverdikke, man. Ben jij ook 92? Ik ben 92. Jij bent 92? Ja. 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 En hoe lang wil je het nog geheim houden? Wil je het tegen mij vertellen? Absoluut. Ja? In mijn oor? Ja. Ja? Oké. Okay. Ah, Marcel, oor dicht. Ja. Ja. Maar... Dat lijkt alsof we gaan kussen, hè? Maar het is niet zo. Heel streng. Ja. De grote rooster. Ja. Oké. Okay. Dat is het. Dat is het. Maar. Gewoon dat. Maar. Marcel jaloers? Ja, ik heb het niet verstaan. Ik woon er met goed over 92, hè. Wil je het graag ook? Ja, natuurlijk. Ja? Ja, voor mijn papa's. Ja, zeg het maar, hè. Allee, man. Hey, omdat ik 92 ben, wil ik met dat geheim niet naar het graf gaan. Zeg het maar, iedereen mag het nu weten. Oké. Voilà. Voilà. Ik kan dat straks doen, hè. Ja. Ja, ik hoor de mensen thuis al denken, ja, waarom mogen wij dat niet weten, smeerlappen? Ja. Wel, kijk, u mag het weten als u moeite doet. Als u het echt wil weten, dan stuurt u een mail naar Louis. En Louis stuurt je dan het geheim. Goed, als ze dat doen per mail? Ja. Ja? Ja. Oké. Okay. Okay. U mailt naar Louis @ zijn geheim is schroei de papa verstengel onderaan met aansteken dicht. Zo gaat de stengel open en zet dan in ijskoud water of ijskast maar tegen niemand zeggen.be. Ja. En zo kom je, wie weet, het geheim van Louis wel te weten. Ja. Wel je mailbox open doen morgen, ja. Louis. Ja. Louis, ik zweer je, je geheim is in goede handen. Ik wil je hartelijk danken voor zo'n fantastisch geheim. En ik wens je nog vele prachtige jaren daar dank in je tuin met al de bijtjes en je bloemen. Dank voilà. Merci, Louis. Goedenavond, Isabella. Ah? Goedenavond. Welkom. Marcel van Tilt, ja. Isabella A. Marcel. Van nog een goede bloem gesproken. Ja, je bent een prachtige bloem. Je hebt gelukkig geen geheim nodig om te blijven bloeien. Dat is mooi, hè? Isabel, ja, jij bent ook ooit op tv geweest. Jij bent al heel vaak op tv geweest. En wat mij opvalt in al die keren dat je op tv kwam, dat je altijd heel enthousiast en met veel applaus ontvangen wordt. Behalve één keer. Namelijk 28 jaar geleden werd je gewoonweg uitgejouwd. Ja, in Lint, een opname. En ik had een promo voor Blank of Zwart. Ja. Een liedje Blank of Zwart. Dat was op dat moment die nieuwe single. Ja, ik was 16. Wel, even kaderen. Het was dus een rechtstreekse uitzending van Panorama. Panorama, duidingsmagazine, dat eigenlijk nooit van op locatie ging. Maar voor één keer hadden ze beslist van we gaan op locatie naar Lint. Want er was sprake van komst van een asielcentrum. Er waren een hele hoop vluchtelingen, ja, die moesten opgevangen worden. En die zouden in Lint terechtkomen. Goed, jij wist dat niet, dat je daar ging terechtkomen. Nee, ik dacht dat het eigenlijk een gewone promo ging zijn. Dus, ja, ja. Ik wist wel dat het een tv-opname was, maar ik wist niet juist wat en hoe. En ik kom daar op het podium en iedereen was heel raar aan het kijken op een bepaald moment. En ja, wij zongen gewoon het liedje Blank of Zwart. En de mensen begonnen echt mij uit te jouwen en op een bepaald moment ook met flesjes te gooien en zo. Dus dat was... Het was heel spannend eigenlijk. Maar ja, kijk, zoals je ziet, ik ben niet weggelopen. Hè. Ik ben gewoon blijven staan. Dus ik had zoiets van gewoon doordoen tot als het liedje gedaan is. Wat straf is, want ja, normaal als je zo'n tv-optreden doet, dan treed je op voor fans, voor mensen die enthousiast zijn. Ja. Daar waren er eigenlijk geen fans. Dat was een grote betoging van het Vlaams Blok. Ja. Paul Muis die probeert aan het begin van het programma de kijker welkom te heten. Dames en heren, goedenavond. Welkom in Panorama, welkom in Lint. U merkt, de sfeer zit er al meteen in. Ja. Wel een sfeer die niet meteen op de planning stond. Okay. Komen die 150 asielzoekers in het afgedankte Lintse klooster terecht of niet?
Ja, niet iedereen ziet de vluchtelingen graag komen daar. Voelen de mensen zich inderdaad erdoor bedreigd? Waarom dan? Hebt u daar gegevens over dat er hogere criminaliteit is bij vluchtelingen? Ik heb geen gegevens over hogere criminaliteit indien er vluchtelingen komen. Er zijn ook voorstanders. Er is een groot deel van de Lintse bevolking en die is dan misschien nu samengekomen in een groep die zich noemt Gastvrij Lint, die zich nog bedreigd, nog gestraft, nog bang voelt door de komst van vluchtelingen. Integendeel. En van daaruit ben ik achter de affiche gaan staan. Oké, over naar Palmhuis. Niet iedereen is het eens met wat hier gezegd wordt. Dat hoeft ook niet, als we maar bereid zijn met elkaar naar elkaar te luisteren en elkaar te laten spreken. Ja, dat lukt niet, dan maar een streepje muziek. Voilà, eigen Isabelle A. eerst. Ja, en dan wil er een zwarte man het podium opstappen. Oh jee. Als ik het zo terug zie, amai. Heftig, Isabel. Daar sta je dan. Ja, ja, ik blijf lachen, maar ik doe wel wat zo. Het is echt, wij zijn ook moeten vluchten achteraf. We zijn echt met de politiecombi moeten vluchten. En zeker toen dat Edward Bouadé het podium opkwam. Je hebt het gehoord, het was heel heftig. Ja, gelukkig is het allemaal veranderd. Hè. Zo asielcentra worden nu met open armen ontvangen in alle gemeentes. Dat is niet veel veranderd, inderdaad. Het is echt geweldig dat al die asielzoekers nu komen. En racisme en zo, het is allemaal verwijderd. Ja. Waar is de tijd? Hè? Waar is de tijd? Ja, nostalgie. Ja. Maar Isabel, het is wel heel straf hoe je daar stand houdt. Want zoals je zegt, je bent 16 jaar. Het moet toch niet evident geweest zijn om daar dat soort protest op jou te krijgen. Ik kan me voorstellen dat dat nummer vanaf dan toch nooit meer hetzelfde was voor jou. Nee, ik had eigenlijk ook nooit gedacht dat dat zoveel ging teweegbrengen. Ik dacht, ja, ik ga een leuk liedje brengen en voilà. Ik vroeg me wel af wat die meneer achter jou daar zegt. Goedenavond, Edouard. Hallo. 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 Kijk, zoals geen boegroep. Nee. Edouard, ja, je had daar een prangende boodschap, maar door het au-geroep begrepen we jou niet. Ja. In welke taal zing je daar? Dat is onze taal, Ghanese. In het Ghanese, oké. Okay. Ja, ja. Dat is jouw moedertaal? Dat is mijn moedertaal. Oké, okay, Ghanese, ja. Dat is heel moeilijk voor ons om te begrijpen, laat staan om mee te zingen. Ja, dat is moeilijk, hè? Ja, Seden. Je woma, je dedove, je jo. Ik weet niet of ik het goed hoor. Ja, ja, ja. Bona doso. Na je woma, je dedo, je jo. Na bona doso. Wat zing je eigenlijk daar? Ja, ja. Dat is heel misvaren. Of hoens en hart. Is beten proposie. Ja? We worden in ons maatschappij. Daarom zegt Isabel A. dat we van elkaar moeten houden. Oké. Okay. Dat is wat je zingt. Ja. Is dat gewoon een liefdesboodschap van Isabelle A. zegt dat we van elkaar moeten houden? Ja. Oké, okay, prachtig, hè? Prachtige boodschap. En hoe erg is dat dat je dat staat, daar staat te zingen en dat we dat niet kunnen begrijpen, Marcel? Ja, ja. Ik zou zelfs zeggen, Obadé, Sabodé. Inderdaad, ja. Het is spijtig dat we jou 28 jaar geleden niet begrepen hebben. En die boodschap is meer dan ooit nodig. Dus zouden we een nieuwe poging mogen doen? Nu we weten wat jij eigenlijk bedoelt, zouden jullie het misschien terug even kunnen brengen, kort. En dan kunnen wij het ondertitelen, waardoor de boodschap in alle Vlaamse huiskamers op de juiste manier binnenkomt. Dat is, We kunnen dat niet zo doen. Hè. We hebben een muzikant nodig. We zullen naar Lint gaan. Hè? Dat is een goede plek om dat te doen. Ah, wel, voilà. Waar zijn de betrokkers? Wacht, ik ga jullie helpen. Oké. Okay. Goedenavond. Hallo, welkom. Ik heb nog iets voor jullie. Voilà. Zo. Thank you. Kijk. Thank you. Zijn jullie er klaar voor? Ja. Voilà, ja. 28 jaar na datum, Edouard en Isabel. Ben je blond?
via die man pan. De een is een beassed. Woman jend de doyen. En op monja dosen. Ik zie woman jend de doyen. En op monja dosen. Marcel, fijn dat je erbij was. Dit was voorlopig de laatste aflevering van Algemeen Nut. Graag tot de volgende keer. In het Ghanese is dat Aikere Yi. En in het Oosters is dat tot los. Aikere Yi. Oké, Aikere Yi. Voilà. En in het Oosters is dat tot los de keer, mijn kinderen. Goedenavond. Dag. Veel kijkplezier, maar vooral ook rijplezier. De BMW 3-reeks Berline. Voor tv gaat u rustig zitten. Bij Rabobank.be gaat u bewust sparen.